Hij werd wel eens de stille motor van de Brabantse economie genoemd. Bert Pauli, die de afgelopen 8 jaar voor de VVD gedeputeerde economie was. Hij zag het als zijn taak om waar mogelijk de werkgelegenheid te stimuleren. Zo was hij bijvoorbeeld intensief betrokken bij succesvolle pogingen om het onderhoud van alle Europese F-35 jachtvliegtuigen in Woensdrecht te laten plaatsvinden. In Europa vliegen er ruim 400 en de reserveonderdelen voor die vliegtuigen worden straks hier in Woensdrecht opgeslagen. Prachtig nieuws voor de vliegbasis. Als BV Nederland hebben we denk ik een grandioze prestatie neergezet door samen in dit internationale veld deze, nou, ik noem het toch wel een beetje de prijs, om deze prijs naar ons Brabant naar binnen te halen. Waarschijnlijk profiteren zo'n 70 bedrijven mee. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven in de logistiek en de transportwereld. Dus echt een samenwerking, defensie-industrie, echt zoals we het in de moderne tijd willen. Er moeten nog wel wat aanpassingen worden gedaan op de vliegbasis. En dan zullen vanaf 2020 de reserveonderdelen hier komen te liggen. Bert Pauli, dan zie je eigenlijk dat de overheid zich best intensief bemoeit met het scheppen van werkgelegenheid, hè? Ja, zeker. En vooral in die beginfase, dan is er nog heel veel risico. Er zijn meestal bestaande instellingen zoals banken niet bereid om te financieren. En dan heeft de overheid een cruciale rol. Wij moeten goed zijn in initiëren, in het faciliteren met campussen en het ondersteunen met mooie fondsen en programma's. Maar je zou zeggen, VVD is van de markt, laat het aan de markt en aan de ondernemers over. Dat doen we ook zeer zeker, maar in die beginfase is het zo risicovol dat die markt dat niet alleen kan. Tegelijkertijd zeggen we ja, maar als wij onze nek erin steken en het financieel ondersteunen, dan willen we het geld ook graag terug hebben op het moment dat het succes heeft. Want dan kunnen we het meermalen keer inzetten. En dat is wat de provincie Brabant de afgelopen tijd meerdere malen heeft gedaan. Een beetje het campus-idee, hè? Zoals in Woensdrecht, maar ook MSD in Os, waar werkgelegenheid verdween, waar nu het Pivot Park is. Is dat ook de werkwijze die we vol moeten houden, die goed blijft? Ja, absoluut. Het heeft ons veel gebracht. Hè. Kijk wat er in Os is gebeurd. Inmiddels zitten daar 55 bedrijven, weer 600 arbeidsplaatsen. Met hele mooie successen. En kun je zeggen, als de provincie daar niks gedaan had, was alles weg geweest? Ja, dat kun je best zeggen. Ja, dan waren die 55 bedrijven daar niet geweest? Nou, het was zelfs nog erger geweest. Dan waren we heel veel onderzoekstalent op het gebied van nieuwe medicijnen. Levensreddende medicijnen tegen de meest gevaarlijke en vervelende ziektes. Die waren niet meer in Nederland aanwezig geweest. Ja, maar het gaat hier natuurlijk in de eerste plaats om de werkgelegenheid. Het gaat om de werkgelegenheid. Het gaat om behouden van de kracht. En tevens om te kijken waar je kunt verbinden met andere sectoren. Want ja, pillen produceren en bedenken en draaien, dat kan tegenwoordig ook niet meer zonder techniek. Nee. Dus die verwevenheid en die connecties ertussen, die is ook van belang. Is dit allemaal een soort afgeleide van het succes van Brainport Zuidoost-Brabant-Eindhoven? Dat kun je wel zeggen. Brainport is ooit begonnen met het vervelende nieuws van de sluiting van Philips en Van DAF. Inmiddels zie je dat techniek is verbonden met de wereld van de agrarische landbouw, met de wereld van de logistiek, denk aan de F-35, met de wereld van de farmacie. En ja, dat maakt Brabant sterk. En daar kunnen we de komende jaren nog heerlijk van profiteren. Maar je had het ook wel makkelijk, hè, met die grote, met al dat geld van Essent. Het was wel makkelijk een beetje strooien met geld, toch? Nou, ik denk dat het woord strooien niet terecht is. Overigens mocht ik zelf een van de verkopers zijn van Essent. Maar wat we gedaan hebben, dat geld... Hoeveel geld kwam er ook weer binnen bij de provincie Brabant? Voor de provincie is de totaliteit ruim 3 miljard euro. 3 miljard euro? 3 miljard euro. En dat hebben we op de eerste plaats gebruikt om die dividend die we daarna niet meer hadden, om die nog steeds de komende 30, 40, 50 jaar gewoon te hebben. De rente, zeg maar. Ja. En de rest van het geld, dat heeft met een lastig woord revolverend, hebben we zo ingezet dat het ook weer terugkomt, dat we in lengte de jaren kunnen blijven gebruiken. Dus we hebben de subsidieloket een beetje gesloten. En we hebben daarvoor revolverende middelen hebben ingezet. Ja. En dat levert veel werkgelegenheid op en een hele mooie economie. Ja. Toen je begon was het crisis, hè? Zeker. 2011. Zeker. We hebben elkaar gesproken, dat zaten we over de 100.000 werklozen in Brabant. Hoeveel zijn het er nu? 40.000. Wow. Ja, dat is mooi nieuws. Ja, en we hebben nog zo'n bijna 50.000 vacatures openstaan. Oh. Als de bedrijven verder zouden kunnen groeien, maar we hebben tegenwoordig ook heel veel talent uit het buitenland nodig, dan zou het nog veel meer banen kunnen zijn. Ja, want ik las dit weekend toevallig dat ze vanuit Brainport in Mexico werknemers gaan werven. Ja. Ja, naar verwachting komen we eind 2022 alleen al in Brabant 20.000 mensen in het techniektekort. Maar hoe kan dat nou als die 40.000 mensen thuis zitten? Omdat er eigenlijk, er is een groot verschil tussen datgene wat gevraagd wordt en datgene wat aangeboden wordt. Ja.
Tegenwoordig alles wat economisch en administratief is, gaat een beetje verdwijnen. En er komen banen voor in de plaats die vooral techniek gerelateerd zijn. En die mensen die thuis zitten, hebben administratieve opleidingen? Ja, dus we moeten ervoor gaan zorgen dat noemen ze met een ander begrip zij-instromers. Dat we zij-instromers gaan helpen voor die nieuwe functies opgeleid te worden. Maar er wordt al jaren geroepen, hè? Maar die mensen zitten nog steeds thuis. Hoe kan dat nou? Nou ja, er zijn er gelukkig niet zoveel meer. Hè. We hebben er al enorm veel weten te plaatsen. Ik kijk ook eens naar Philip Morris. 1200 mensen op straat hebben we 94% van weten te herplaatsen. Dus het gebeurt enorm veel. Maar je moet ook heel snel en heel goed de bereidheid hebben om gewoon andere vakken te gaan leren. Ja, maar dat ligt nou heel taai. Hè? Mensen, iedereen met kinderen wil dat ze met hun hoofd gaan werken in plaats van met hun handen. Ja. Nou ja, kijk, hoe zou dat komen? In Duitsland hebben ze het altijd met heel veel trots spreken het woord uit unsere Fachleute. En dat moeten wij in Nederland en zeker in Brabant ook gaan leren. Er zijn gemiddeld 100.000 arbeidsmigranten op dit moment uit Europa in Brabant. Daarvan is 30% in beroepen die wij gewoon in dit land verwaarloosd hebben. Dat zijn metaalbewerkers, dat zijn draaiers, dat zijn lassers, dat zijn monteurs, dat zijn loodgieters die thuis UCV-ketel komen repareren. En wij moeten dus zorgen dat die opleidingen die je daarvoor nodig hebt, dat de mooiste opleiding wordt in Brabant. En jonge mensen stimuleren om die vakken te gaan leren. Maar het is weerbarstige materie, want jullie roepen dit al vele jaren. We hebben vaklui nodig. Jij hebt trouwens wel een vak met je handen. Ja, zeker. En daar ben ik wel trots op, hoor. Ja, ja? Ik had niks anders willen doen. Kapster, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. VMBO gedaan? Of, ja, gewoon VMBO en daarna naar de kappersopleiding. Ja. Ja. Ja, en dat zou je eigenlijk graag zien. Hè? Is die VMBO goed bevallen? Was dat een goede opleiding? Ik heb op het Vitalis College gezeten in Breda. Ik heb daar al een leuke tijd gehad. Ja. Want er wordt vaak kritiek geleverd op VMBO, hè? Ja, maar ze noemt nu ook wel een hele mooie opleiding op. Oh, je kent hem, Vitalis. Ja, er worden prachtige zorgopleidingen gegeven. En ja, we moeten die opleiding moeten alle aandacht aan besteden. En het moet een moderne opleiding zijn met mooie omgevingen, mooie apparatuur. En veel mensen denken nog ten onrechte dat het een status heeft op het moment dat je kiest voor een economisch administratief beroep. Maar kies maar voor een mooi ambachtelijk beroep. Zelfs voor een metselaar wordt op dit moment in de Randstad €84 per uur betaald. Wauw. Dat krijg je als journalist niet, kan ik je vertellen. Nee. Er zijn nog mogelijkheden. Ja, precies. Even over de politiek. Je hebt 8 jaar in de provinciale politiek gezeten. Is de sfeer veranderd in het provinciehuis in die 8 jaar? Is er... Nou, de politiek was natuurlijk altijd een kwestie van compromissen sluiten. En laat ik eerlijk zeggen, ik kom uit het bedrijfsleven, dus ik had niet zoveel met die politiek. Maar diep respect voor al die statenleden die gezegd hebben van college, Bert Pauli, ga maar aan de slag. En ga er wat mee maken. Heb het lef maar eens om dat te gaan doen, hè? Ook gezien wat het gekost heeft. Maar tegelijkertijd zie je wel door het versnipperde politieke speelveld dat het moeilijker wordt. Er zijn veel partijen, ook bij de laatste verkiezingen weer veel meer partijen. En we staan natuurlijk in een geweldig ingewikkelde periode. Hè? We hebben het over verduurzaming, we hebben het over energie. We hebben over mondialisering. De economie wordt veel meer door spelers in de wereld bepaald. De enorme snelle veranderingen ten gevolge van de digitalisering. Dus uiterst ingewikkelde materie. En iedere politieke partij heeft daar zijn mening over. Ja, en daarom is die formatie natuurlijk ook zo lastig. Daarom duurt het zo lang en daarom ben je nog steeds in functie. Ja, maar ik heb alle vertrouwen erin dat mijn opvolger Christophe van der Maat dat een goede baan gaat leiden. Maar ik vind het wel stil, hoor, rond die formatie. Waarom is het zo stil? Ja, een kip die aan de leg is, die moet je met rust laten, zeggen ze wel eens. En dat geldt ook in Brabant. Maar het duurt wel lang voordat die eieren komen, toch? Ja, maar het is nou Pasen, dus God weet gaat het de komende week wat gebeuren. Ja, verwacht je nieuws? Ja, ik heb vertrouwen in de informateur die gezegd heeft dat ze eind deze week met een mogelijke richting gaat komen. Hoe een coalitie eruit zou kunnen zien. Ja. Maar dan moet er nog onderhandeld gaan worden daarna. Wat ga je niet missen van de politiek? De hele lange statenvergaderingen. Ik ben als ondernemer gewend om de tafel te gaan zitten. En alles wat in een uur kan, daar ga ik echt geen 2,5 uur over doen. En statenvergaderingen duren trots op Brabant en de politiek. Maar vergaderingen die 's morgens om 9 uur beginnen en tot 1 uur in de nacht duren, dat is niet aan mij besteed. Nee, goed. Nou, dat ga je in elk geval niet missen. Ja.